Het snoeien van zuilvormige bomen. En in dit geval nog eens een prachtig exemplaar ook. Dit is de Liriodendron tulipifera. En die tulipifera, die tweede naam, geeft het al een beetje aan. Dit is nou de echte tulpenboom. Ze zeggen wel de magnolia tulpenboom is. Is niet waar. Dit is de echte tulpenboom. Als dit in bloei staat. Waanzinnig. Een beetje geelgroenige, echt tulpvormige bloemen. Bijna een sprookje om te zien. Ook dat blad is nog eens heel bijzonder. Kijk. Wat een geweldige vorm. Heel bijzonder. Is er ook maar één van. Als je dit blad ziet, is het de tulpenboom. Maar nu even terug over dat snoeien. Kijk, je ziet aan de stand van de takken. Die staan bijna verticaal omhoog. Die hoef je dus helemaal niet te snoeien. Laat deze plant in jouw tuin gewoon de eerste 8, 10, 15 jaar lekker met rust. Hij groeit gestaag omhoog. Wordt alleen maar mooier, alleen maar voller. En doordat hij recht omhoog gaat, zal hij dus de breedte niet krijgen. Geeft dus ook bijna geen schaduw. Er is geen noodzaak om hem te snoeien. Mag je hem dan ook niet snoeien? Ja, dat mag wel. In dit geval is die top nog maar 2,5 meter. Maar stel je voor, in jouw tuin wordt het een metertje of 6, 7. Kan geen kwaad. Maar stel je voor, je wilt hem wat laten zakken. Dan ga je even van boven naar beneden kijken. Hier zie je bijvoorbeeld een hele mooie zijtwijg zitten. Je mag best die top eraf knippen tot dit punt. Dan wordt dit namelijk weer de nieuwe top. En dat kan dus ook nog een stukje lager. Zo per twijg kan je een punt pakken om te snoeien. Maar nogmaals, in principe, ik zou het lekker niet doen. Laat hem gewoon lekker.